Wie dat zegt, kan je het krijgen ook. Ja, maar dat je niet af kan nu. Wat denk je? Je gaat voor me staan en ik val eraf. Ja, jammer. Dat dacht ze, Ja, het is jammer dat dat niet gebeurde. Ik denk, ik gooi er gewoon af. It's too late. The Hive have overrun Titan. I was wrong to bring us here. Yo yo, dit is Donzeker en ik speel hier vandaag samen met Slowing Texas Destiny 2. Ja, dat was het eigenlijk. Dat was hem. Een snelle een hele snelle intro. Zo doen we het. We spelen dus Destiny 2 en we zitten op een zinkend schip. Die golven zijn waanzinnig. Oh ja, gaat echt een Slowing, je kan niet zwemmen hier, hè? Dus dat is. Dat gaat niet werken. Kijk, die golven zijn erg laag, dus. Wat? Nee. Commander, if I may. Guardian, this is Deputy Commander Sloan. We have a counter-offensive to plan. To do that, we need to get this station up and running. Up and running. Ja, het is wel vet gemaakt. Waar je er uiteindelijk uitkomt, is dat je hier, volgens mij, standaard. Be careful. Geen boxies of nee zo man, hier dat is heel weinig. Dat heet. Mis ik wel erg heel veel in deze game. Ja, maar dat heb je wel. Ja, hoor. Zeker. Okay. Moet nog even goed zoeken. Oh shit, water. Vet man. Springen. Hier viel ik dus gewoon naar beneden. Hè? Ja, ja maar klungelig aan het doen was. Oh, dan gewoon in. Is dat? What was this place? The gold. Oh shit, ik wou eraf duwen, dat ging niet. There we go. But I was a fool to think the hive would not spread this far. Wie dat zegt, kan je het krijgen ook. Ja, maar ik je niet af kan nu. Wat denk je? Je gaat voor me staan en ik val eraf. Ja, jammer. Dat dacht ze, hè? Ja, is jammer dat dat niet gebeurde. Ik denk, ik gooi er gewoon af. Kemphaan. Er staat Kemphaan op het schip. Gewoon een Nederlands schip. Wat staat? Kemphaan. Ja, net zag ik ook een Duits, wat staat er? Kemphaan, maar ik denk, hoezo is het Nederlands? Een kemphaan. Een kemphaan? Ja, ik weet serieus dat er een speeltuin heet die heet de kemphaan of iets in die trant. Een speeltuin? Ja, die heet de kemphaan. Of is dat iets anders? Wacht even. Oké. Okay. Moet ik opzoeken? Dat zou kunnen. Kemphaan. Hier. Ik zag net wat daar. Dierenpark. Nee, wacht, stadslandgoed de Kemphaan. Wacht man. Ja, ik zag net ook Duits, een Duits bordje, man. Grappig. De eerste missie. Ja, maar het is een beetje fantasie toch, dus ja, dan denk je. Kom je niet dat soort dingen tegen, man. Grappig. Ja, maar als je op Earth speelt, begrijp ik het, kan het. Daar zag ik het ook. Dit is Titan, wat is dat dan, Titan? Want eerst had je echt zeg maar Mars. Ja, je moet zeg maar de drie
De drie leiders moet je bevrijden. Oh, ik pak dat helpen ook, met de drie leiders in ieder geval. Oké. Okay. Kempaan is trouwens ook een vogel. Oh. Ook ja, de kempaan is een vogel uit de familie van snipachten. Hun voedsel bestaat uit insecten en larven. Lekker. Nou, daarom zitten ze op het schip, of heet het schip zo. Ja, kijk maar, al die larven die eruit komen rennen. Hey, ja, het zijn echt larven, die larven. Ja, dat zeg ik. Jij blijft gewoon daar staan. Je bent net voor 11, man. Ja, maar ik ga ook niet naar voren, man. Gewoon relaxen. Gewoon chillen. Waarom moet je gaan sprinten? Gewoon chillen. Je moet daar komen, zeg. Tuurlijk wel. Kom op je af, hè. Het zijn larven. Dat zijn larven. Oké, dan. Oké, slow. Hoe heet dit hier? Dat is een beetje Call of Duty rollen of zo. Dat kan niet. Poolruiter, staat dat daar? Ja, poolruiter. Wat? Dat schip. Doe je? Oeverlopen. Doe je? Er staat boven oeverlopen, man. Later. Er staat oeverloper, man. Oeverloper? Dat is echt een. Ja, boven. Ik zie alleen maar poolruiter staan, man. Nee, moet je eventjes omdraaien, man. Oh ja. Oeverloper. Oh ja. Hey, geniaal. Oeverloper, hè. Het is best wel. Best wel Nederlands. Lijkt er wel op, ja. Die larven komen op je af, man. Hier. Nou, bij hun. Nee, boven hun. Hun schieten. Ik ga op hun, schietende larven. Ah, come on. Gaan we met z'n tweeën suicide. Nee, we gaan niet suicide. Hoezo? Een kamikaze. Ja, dat is goed. Ben je nou? Je hebt niet eens mijn rug. Huh? Ja, het is dan. Je hebt niet eens mijn rug. Wat is dat nou weer? Ja, zeker. Ik kijk even voor pakketjes. Die heb je niet. Dat is jammer. Dat zeg jij. We moeten naar beneden, ja, denk ik. Ja. Ik ga niet, man. Ga jij maar. Doei. Ik ben doe je, hè? Succes. Laat je gewoon niet. Ik heb een pakketje. Ja, weet ik. Tuurlijk. Oh, die computer. Die heb ik allemaal. Tjoe, mijn jongen. Maakt me helemaal blij. Ik denk, hé, ik ben er even vergeten. Kijk uit voor die larven, man. Ja, het is meer een Lord of the Rings iets, hoor. Ja, echt, eigenlijk wel. Ja. Met auw. Hier al. Daar kom je vandaan, hè, dat weet je. Nee, toch? We begonnen hier, toch? Voor die computer begonnen. Ja, klopt. We kwamen uit het ding van. Even checken. Maar kom je er hier wel eentje tegen ergens? Dat weet ik even niet meer zeker. Ze zijn makkelijk te zien, hoor, die trouwens. Die, Ja, weet ik. Ik heb er wel een. Nee, ik zit er fik, man. Spring even het water in. Oh, wacht. Kom maar niet. Ik spring even het water in. Ik stond in een fik, man. Oké. Ze kunnen vliegen, maar ze kunnen niet springen. Ja, dat is wel, ja, is wel vreemd, hoor. Ze zijn niet zo high-tech als je dacht. Kijk, wat is dit dan? Kijk uit, ik zag het net open. Oh, je krijgt dat punt ervoor als je schiet. Oh ja, fire rate. Dat is wel handig, hè? Halo fire rate, die pakt er dan aan. Oeh, ik krijg een engram. Groene. Waarom krijg jij een engram? Ik heb niks. Oh, hier nog eentje. Nog één. Een geheimelijke revolver, man. Vieren. Ja, maar jij hebt het al gehad.
Boom. Back even from the upstairs. And you're dead. Nice. He's going. Hey, paarse ammunition heb ik niet nodig. Jammer. Goed boy zeg, ik heb normale kogeltjes nodig. Maar ja. Kijken of ik het ergens kan vinden. Ja, ik zat toen ook wel te kijken, ergens boven of zo, voor een heel sneaky. Er is op een duur is er een rots. En dan moet je zien een heel groen dingetje glinsteren. Heel duidelijk ben ik. Maar je zal hem wel tegenkomen. En die moet je volgens mij ook pakken, maar opeens kom ik er niet bij. Okay. Straks zien we het wel. She knows all there is to know about hive magic. No one has seen Ikora or Cade since the city fell. Je hebt sowieso van die kamertjes, wat je in die andere ook had, want daar ben ik in. Sowieso. Oké, okay, jij kan die ding pakken? Ik ook, maar ik heb hem niet nodig. We rennen hier nog één. Anders dezelfde. Ja man. Ja, je moet ze vanaf hier kan je ze knallen man. There's the control center. Clear the area so we can move in. Laat ze maar op je afkomen man. Kan je lekker knallen. Met wat? Hè? Huh? Ik knal niet met die grenade trouwens. Die je krijgt het gewoon als een brain toch? Moet je eerst erop zetten. Easy. Een zonde. Ja, ik denk dat ik er wel een beetje ver mee schieten hoor. Dus niet. Zo jammer weer dit. Gebruikt hij zijn special, raakt hij geen ene kip. Nee man, wel punten. Hey, Knight links van je. Nee, het is weg, hè? Die gasten, die rare. Hoe heten ze? Even kijken. Acoleta of zo. Die gasten lijken net Super Saiyan. Die. Of nee, de Avatar. Die doen hun soort van lichtbol omhoog en dan gooien ze hem naar je toe. Dat is wel gek, hoor. Die zijn anders dan ik normaal ken. Die Knight had je al. Die Knight had je al, klopt. Hey. Dat is niet, maar hier ga ik wel even kijken, want ik denk dat ik hier iets heb. Ingram. En dan heb ik kijk, ik heb hier een kamer. Er moet toch iets zijn, man. Ja, hè. Wat moet je anders hier doen, man? Helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Er is niks. Ah, dat is wel minder. Wat hebben ze die kamer gemaakt? Nee. Op het dak misschien? Dat gaat wel nog even verder uit hier. Hier ook niet, hier ook niet. En hier beneden. Nope. Ja, weet ik het ook niet. Nee, ik zei ook. Moet hij naar binnen? Het is heel schaars wat ze. Hier. So it looks like we're standing in some kind of high breeding ground. Take it out. Lekker bezig. Oh shit. Oh.
Hij is bijna dood, man. Ik kreeg een paar klappen. Hij is geraakt. Nu die knight nog even killen. Eén knight weg. Twee knight weg. Bam. Nou, nog even die gele dingen destroyen. Waar is hij? Oh, hier. Shoot the yellow sacks. Hoppa. We cleared the nest. Heading to the control center now. Well done. Sweep the perimeter and we'll move in on your signal. Ja, zo doen we dat. Doen we dat, klaren we even zo op die manier. We rammen er doorheen eigenlijk. Hallo, even nog achter kijken. Ik heb die nodig, juist. Hebben we niks gemist? Niks gemist hier al? Nee, ja? Nee, man. Hey. Helm. Oh, je hebt een Engram gekregen? Nice, man. Ja. Ik heb er ook een paar. Ik ga even kijken of ik die nou weer kan zetten. Ja, ik kan heel veel. Waar zijn mijn schoentjes? Wow, 52 al. Ik had 32. Nice. 7. Het is een auto. Is een... Ook 52. 37. Ik laat het daarbij. En oh. Die. Sniper. Oeh, die is... Nice. Secure control. Oh shit, Biggie. Weer night. Nou, geen stress. Oh, lekker man. Ik heb ook een paar lekkere wapens. Ik vind die skydriver het lekkerst, want ik heb gewoon lekker veel power. Je moet wel een paar keer drukken, maar ja. Wat bedoel je, scouter? Dat is die. Oh ja, die heb ik. Ik heb nu ook daarvoor nog gevonden. Met veel. Oh nee, nee, die heb ik net ook. Even kijken. Ziet verder. Boom. Hij is nog niet weg. Water. Hey, ga niet voor mijn neus staan, je staat in mijn weg. Zo. Je adem stinkt. Oké, ik kom er aan, man. Je kan staan helemaal nog naar achteren. Dit veld is groot, maar dit is je homebasis weer straks. Hè? Hier kan je gewoon exploren. En wat ben je daar al weer terug niks gekeken of daar die. Hier kan je straks exploren. Je kan gewoon in principe met je missie doorgaan. En dan straks als je klaar bent, kan je weer opnieuw exploren. Ja, dat je komt daar langs, klopt. Want je kan hier ook, kan je ook weer. Hier heb je ook special events en shit. Dus. Ja, dat is. Dus dat is gruwelijk. Omdat je in het vrije loopt. Juist. Zo kan je ook. Je hebt plekken, dat moet je nog even vinden. Waar je gewoon een rondje loopt. Dus je precies weet waar die boxen allemaal liggen. Juist. Want ze komen op dezelfde plek. Hè. Naar een rondje. Ah, ik heb nu wel een beter wapen. Hè.
Ach ja, zo. Zo gaan we langzamerhand gaan het veldje door. En zo haal je je verhaallijn ook. Zo rank je langzamerhand weer omhoog, hè? Okay. Je bent door level 5, hè? Ja, ja, 5. Maar bijna. Wat bedoel ik? Je bent net begonnen, dus. Snel, het gaat snel. Ik weet het niet, man. Ik weet in ieder geval dat de verhaallijn tot 20 duurt. Oké, ja, maar dat gaan ze later aanpassen. Level cap gaat altijd omhoog. Maar 20 heb je zo gehaald. Dat kan ik net zeggen. Dus dat mogen ze snel wel brengen, man. Hé, weer een nieuw wapen. Kijk of die... daar is. Die ik nu heb. Run auto rifle, maar dat maakt niet uit. Wel dik. En ik heb een nieuwe vest. En wel meer damage, alleen maar ben ik mijn gouden mooie dingetje kwijt. Nou ja, boeien. Doe het zo. Hé, die deur gaat niet open, denkt hij. Jawel, die is. Hij staat zo voor de deur. Nee, ik druk de vierkantje, wat je goed op de weg was. Hey, ik stond op jou. Daardoor ging ik hoger. Wat de f*** met mijn stoel, man. Volgens mij, die kan niet open. Mij valt mijn stoel uit elkaar. Ja, man. Je stoel. Mijn stoel valt gewoon uit elkaar. Helemaal gek. Ja, dus je ziet me zeg maar tegen op de grond liggen. Dat ze kan rennen, man, met, met die schouders. Ik geloof dat als licht zijn weg kan vinden naar jou, dan misschien is er hoop voor ons allemaal. Onze nummers zullen blijven dwindelen. We kunnen niet langer onszelf beschermen, veel minder de survivors. Zonder het licht, zijn we zelfs guardians meer? Commander. Hij is blauw uitgeslapen. Ja, man. Hij is behoorlijk blauw. We won't last paars. Blauw ring is het paars. Wave energy converters blauw paars, ja. Die komt een blauw. But thanks to the hive. Hij is te lang buiten geweest, op het koud. Attention. We can take care of it. Yes. I believe you can. Dat vind ik wel jammer, dat mijn mannetje nooit praat. Nee, ik ga luisteren, nee. Destiny. En dat gaat hij die hele game doen. Ja, tuurlijk. Destiny heeft, is dat ook niet gebeurd? Destiny 1. Nee. Alleen dat robotje praten voor je, zeg maar. Terwijl ik mijn eigen mening ook wil geven. Ja, dat is jammer. Oké dan, we zijn nog niet klaar met die missie. Restore the power to the station. Alright, we're not out of this yet. Now that we've reached the control center, we still need to power up the place before we can take care of our fleet. Commander Zavala tells me you've volunteered. I'll run tactical. Shipwright Holiday here will provide tech support. It's a straightforward op. Get in, flip a switch, get out. Sloan's got a way of making things sound easy, doesn't she? Ik wou dat zeggen. Nee, man, dat ze zegt van, je moet alleen maar, je moet hem alleen aanzetten en wegwezen. Nou, zo makkelijk gaat dat niet, hoor. Ja, dat laat hij niet gebeuren. Hun niet, nee. Die rare wezens.
kijken hoor. Hey, is dat een A? Een A? Die gekke aanwijzingen. We gaan even hier naar binnen. Even hier het dak op. Kom van de dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee, kom van de dak af. Ik ga even. Hey, ik zie zo'n oog. Hey. En dit is een andere man. Heb je iets om zich heen? Ik zie een kast, man. Een kast of een kist? Ik zie een kast, ik zie geen kist. Oh ja, hun zijn elkaar aan het beschieten, man. Laat ze lekker schieten. Zoek het uit. Hey man, ik schiet ze niet. Even kijken hoor, ik ga even kijken. Volgens mij was hier een kist, maar... Ik krijg gewoon van die coins, hoor. Ja, ik weet, ik tuurlijk. Ik schiet ze liever ook, maar... Volgens mij dacht ik dat er een kist was, maar... Nee, laat maar. Ik heb me vergist. Waar, een kist? Nee, ik had me vergist. Het rijmt ook nog. Eén kist, dus ik heb me vergist. Wie het, hoor? Een captain. Er moet wel een kist zijn. Hé, hey, ja, wat een indruk vallen, hè? Maar dat is wel dood. Dat is goed. En dat is een nodig. Boom. Je, daar was ergens een kist wat je... Ja, ik dacht het. ...herinnert of zo. Hiero misschien? Hiero 1? Ging er net. Ik maak... Nee man, daar heb ik al gekeken, man. Vreemd. Nou ja, ik ben in de war, denk ik. Ik ben vaker in de war, dus. Ja, het zou kunnen. Het is groot, man. Ja, het is heel groot. Groter dan normaal, man. Maar ja, we gaan weer verder met het verhaal en we komen heus wel een kist tegen. Waarom zijn we zo gierig voor een kist? Ik wil wapen. Ah, mooi. Ja, maar dat weet je ook wel. Ja, toch? Dan weet je het voor je als je... Je zou zeggen dat het hier al ergens... Oh, shit. Ja, dat soort plekjes... Dat soort plekjes. Ja, heel sneaky meestal. Ja, dat zou je wel durven zeggen, maar... Misschien hebben ze het iets makkelijk... Oh ja, spring hier niet naar beneden. Want ik dood. Zie hem. Ik zie er een. Ik zie ja, waar zie je hem? Kom, ik zie er een. Ja, ja, man. Goed dat ik nog even kijk. Nee, dat is geen kist. Oh, jawel, dat zijn lampen. Hier bovenop. Wauw, het leek er echt op, man. Ik meen het. Dat is leuk. Hé, wel een wapen. Energiewapen. Die lag hier op de grond. Oh, een Engram. Nice. De Forte 15. Hé, hey, ik dacht gewoon dat het een kist was, man. Ja, leuk, man. Het zag er wel zo uit. Ja, maar ik keek het, toen dacht ik van een afstand. Een lamp. Oké, let's go, ja, man. Go with the flow. Oh, spring hier eens naar beneden? Is leuk, man. Hier, misschien hieronder. Ja. Misschien zit het hieronder. Ja, en dan ga jij dat tegen mij zeggen. Shit, maar zelf ga je niet kijken. Ik sprong de eerste keer, sprong erin, ging dood. Ik was gierig, toch? Ja. Zie je die larf hier? Hoe deed je het zo? Zeg larf. Hé, hey, kunnen we daar niet nee, dat... Maar weet je wat het is? Probeer eens. Kijk, hierboven zou zoiets kunnen zitten. Ja, daarom. Ik kom er natuurlijk weer niet, hè. Raar, man. Oh. Ik was ook gaan kijken of er misschien daar aan de overkant lag of zo, maar... Jammer, man. Dan, ja? Weinig. Van het muziekje, klinkt niet goed. Oh, dat weer. Nou ja, als je dat in beeld ziet, die spanning in de strik, dan moet het helemaal lopen. Zo. Oh. Stond hij in de weg? De ninja's zijn er ook weer. Kijk hem, Kill Bill is in de house.
Rachen. Heel veel. Wauw. Dat is dat niet terug. Weer dood. Ja. Ik heb er niet ver naast. Nice. We can see the wave energy converters from here. Sweet. Nou, dan kan je het weer opstarten. Dan gaan die pompen gaan werken, zeg maar. Wat dik. Dit hier. Enable wave. Accessing systems now. Kijk, in de verte zie je op die pompen aangaan. Ja, ik ben het. Ja. Something went wrong. Pistons must be jammed. Sorry, pal. But you're gonna have to go out there. Good night, man. Kan maar zo voorspelbaar. Oh ja, slow man. Die is vet. Let op. Die is heel irritant als je dus voor een vijand zit, hè? Hey. Ja, het is zo irritant dat ik naar beneden ben gevallen, man. Oh, en nog een keer, en nog een keer. Hey, doe je. Ik ga gewoon kleine bommen, man. Spreek je later, joh. Oh. Springt hier serieus dan? Ja, hij zit met het ding te kijken, man. Oh shit, ik ga bijna ook dood. Ja. Springt hij gewoon dan? Ja. Oké. Nice. Hey, een Ingram. Nice, een Ingram? Waarom jij wel en ik niet? Ja, weet niet. Ik weet niet. Misschien verdien ik het ofzo. Ja, het is gewoon random, man. Oh, dat ja, is het. Ja, dat is het, ja. Weet toch, ik schiet heel veel mensen, maar ja. Aan het rennen van naar binnen. Oh, waarom? Ja, jij komt met heel erg maar een leuke ideeën. Ja. Ik denk, ik kom met ideeën, maar alleen uitvoeren wil niemand doen. Dat is altijd zo jammer. Dat is ruk, man. Ja, en geen kistjes. Nee. Dat is jammer, hè? Ja, ik denk dat we... We kijken het om met z'n tweeën. Oh shit. Boom. Huh? Hey. Dus gaat hij er weer voor staan? Ik denk lekker aan het schieten en dan komt hij weer. Oh, slow motion granaat. Daar ga ik dus niet naar binnen. Ik zeg nog slow motion granaat. Ja, maar ik weet niet dat het eerst een mijn is, toch? Kan ik hier naar beneden? Ja. Hey. Chill. Chill, Bill. Wat heb je hier om de hoek? Een Ingram Vector Home. Oh, hij wel weer, hoor. En nog een hier al. Een helm. Ja, hij heeft het verdiend, hè? Ik heb hem verdiend. Wat doe je? Wat doe je eigenlijk? Je schiet af en toe eens... Shit. Ja, jij pakt allemaal kills. Je bent level 11. Oké, wacht. Ik ga niks doen, ja? Ik ga hier gewoon even zitten. Ja, dan knal ik ze rustig aan. Oké, is goed. Gewoon na shit, hoor. Ja, ik knal, man. Maar het is toch goed. In hypnose kill ik ze, of in binnenkant vermogen kill ik ze wel.
Ja, die Engram, die is voor mij. Springt er eentje naar beneden? Nou ja. Ja, je krijgt gewoon niet dezelfde Engrams, man. Dat is het. Ja. Wat was dat dan? Ze waren in één keer allemaal... Ja, door die, die ontploffer. Door die. Schiet die ontploffer. Boom. Kijk hem raggen dan. Ja, man. Rambo. Ik heb die super kijken. Rambo met een zwaard. Geen M16 man of een zwaard, of wat is het? M16. Nice. Ja. Mooi. Honden of een gordel. Kijk, hier moet gewoon een kistje zijn, ja, man. Ik ben er nou eens klaar mee. Er moet gewoon een kist zijn hier. We hebben het halve veld gehad en nog geen één kist. Hier ook niet. Wow. Je hebt ook een hele grote kist, hè? Je schreeuwt kapot hard. Hé, hey, die nagels spannend. Schiet op die... Die lichten, die lichten, die lichten. Kom op, ga dood. Oh, boom, boom. Ik zie ze. Nice. Boom, boom. Lekker. Zijn die twee alvast weg? En wel alleen die knight nog. Oh wauw, ik kan hem gewoon poeieren. Ik druk gewoon de hele tijd op, wat jij ook hard toch in het begin. Had je gewoon een assault rifle. Ja, ja, ja. En dan tikken. Ja. Maar op zich is het soms ook ding. Als je hem vol gas houdt, dan sommige wapens is dat ook niet lekker. Oké, heb je hier dan wat? Nee man, helemaal niks. Je bent wel karig. Wij zijn gewoon scheef volgens mij, moet wel. We made it to the converter platforms. Ja. Okay. Get to the stalled pistons. See what's jamming. Ja, we gaan naar het Once they're all moving, we're in business. Oh. Nog niet helaas. Ja, man. Oké, dan ben je gewoon een stuk schieten. Ja, man, anders kom je er niet langs. Ja, een stuk schieten. Oh ja, found the problem. The hive has gunked up the pistons. Dan doe ik het wel. Then let's find a fix. Zo, dat zijn die pompen toch? First piston's good to go. We gave it a power scrubbing. Oh, dat moet je. Oké. Dat loopt dus vast. Daardoor kunnen ze niet pompen. Sounds like you got more scrubbing to do, Guardian. We moeten er nog eentje vinden volgens mij. Yep. Nee, ik ben daar naar beneden gevallen. Ja? Je bent naar beneden gevallen. Ja. Jij? Ja, man. Je schrok zeker van die gillende keuken mee. Ja, het leek een beetje wel. Hè. Oh shit, wow. Wat ben ik geraakt? Wat dan? Half van mijn leven ben ik kwijt, man. Oh, weer, man. Wat? Jij bent serieus goed bezig. Ga je naar beneden springen? Ja, ik denk, er is wel een, hoe heet het, weet je, een hek of zo. Overal is een hek bovenop dat stuk. Even denken hoor, ik moet even denken. Oh, hoe heet het? We moeten die kant oh, op. Oh ja, ik ben eigenlijk gewoon... Hé? Dat is wel gaar, man. Wauw, je springt er gewoon overheen. Hé, doe je? Hij gaat gewoon. Nee, hij valt gewoon weer naar beneden. Nee, maar kijk hier al. Eerlijk. Vind je niet dat je gewoon over de ding hoort te kunnen lopen? Ja, dat klopt.